Ja, ik kan niet later moeten noemen. Het is, beginnen met iets wat niet zo leuk was, voor jou of voor ons soms. Maar, begin van de les was Nadine nog wel eens niet aanwezig. En nou, soms had je ook wel eens moeite met de tijd inleveren van verschillende spullen. Dus dat op tijd komen van spullen en Nadine zelf, dat is voor jou een leermoment. Ik hoop dat we je daar iets van kunnen meegeven. Maar je bent ook creatief. Je bent altijd op zoek naar oplossingen. Ja, in je stages, maar ook tijdens de opdrachten, de prestaties die jullie gedaan hebben. Je hebt altijd heel veel ideeën. Je bent een hele daadkrachtige dame, die goed weet wat ze wil. En als jij echt iets wil, nou, dan ga je daar ook voor. En daarnaast sta je ook nog klaar voor anderen. En zeker voor je vriendinnen. Als die jou nodig hebben, dan wil jij de beste wel zijn. Je hebt aandacht voor je omgeving. En dat zijn hele mooie dingen. Je gaat volgend jaar Help in de Hel zijn. Jij bent ook terechtgekomen bij de kinderen, zeg maar. In de stages heb je ook Bartersplak in de Bolster en het kinderdagverblijf. Op allerlei leeftijden heb je een stage bijgelopen. Dat is je heel goed gedaan. En ik denk ook dat het iets is wat gewoon heel erg goed bij je past. Dus ik wens je heel veel succes voor. Ja. Een diploma. Ook voor jou. Alsjeblieft. Je mag er even bij gaan zitten. Ja, we hebben steeds nog steeds een streepje gehad. Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes in de toekomst.